Welkom bij de Boekenparade, de podcast waarin we ouders en kinderen voorstellen aan de mooiste kinderboeken van de Forumbibliotheken in de gemeente Groningen. Ik ben Aafke van de Forumbibliotheek en ik kies het boek. En ik ben Jeroen en ik lees eruit voor. Afke, dat boek wat jij bij je hebt, dat ziet er niet uit als een kinderboek. Ik snap wat je bedoelt. Het ziet er een beetje ja, spannend uit, eigenlijk. Je ziet een soort geest op de voorkant, ja. in de vorm van een vrouw. En ja, Je ziet een groot meer en daarachter een landhuis. Ja. Het ziet er een beetje spookachtig uit. Maar, ja, maar het is zeker een kinderboek. En het boek dat we vandaag gaan uh, bespreken is De Geest en het Meisje van Lucy Strange. Het is eigenlijk historische fictie met een bovennatuurlijk tintje. Mooi. En als je in een. Eén mooie zin zou moeten omschrijven waar het boek over gaat. Wat zou je dan zeggen? Ja, het gaat over een meisje, Agatha... die de, dus tot haar twaalfde opgroeit in een landhuis. En als de graaf overlijdt, dan uh, ja, moet ze weg. Want de neef is de erfgenaam van de graaf. Dus die uh, mag in het huis wonen. En zij moet terug naar haar echte vader, zoals wordt gezegd. Ja, en dat is een boer, een boer. Hm. Dus ze gaat van een uh, rijke luismeisje, wordt ze boerendochter. Ah. En uh, je komt erachter zeg maar, in het verhaal... Ja, wat is er gebeurd? Waarom is dat haar echt ervaren? Waarom hoort ze dat nu pas? Dus het uh, ja, boek, het mysterie, ontrafelt zich steeds een beetje en dat uh, maakt het boek zo mooi en uniek. Hoe eng is het boek dan, uh, Afrika? Nou, het is echt niet heel erg eng, want ik hou zelf ook helemaal niet van hele enge verhalen. Het is soms qua uh, decor of setting waarin het zich afspeelt, wordt het wat spannend. Dus bijvoorbeeld laag hangende mist op het hmm. meer. Of een graftomme die in één keer open kan, of een hele eigenzinnige vrouw die in na eentje op een heel rotsachtig eiland woont. Dus het is meer spannend qua de sfeer dan dat er echt hele enge dingen gebeuren. Oké. Okay. Is er verder nog iets wat je over dit boek kwijt wil? Lucy Strange, bijvoorbeeld, de schrijfster, wat is dat, uh, is dat een bekende? Nou, ik vind zelf Lucy Strange samen met uh, Catherine Rundle, dat is uh, de schrijver van uh, Veo en de Wolven, vind ik echt wel een van de twee beste kinderboekenschrijvers uh, in Europa op dit moment. Hm. Dus mocht je nou echt niet weten wat je moet lezen, zoek dan een boek van Catherine Rundle of Lucy Strange en dan zit je altijd goed. Dan heb je een heel erg meeslepend, prachtig, spannend verhaal, wat je van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde boeit. Ik heb nog een vraag. Mm -hmm. Het meisje en de geest. Als ik dat lees, dan denk ik dat is een boek voor meiden. Nee, dat is zeker niet waar. Um, er komt ook een jongen in het boek tevoorschijn. wat een goede vriend wordt van Agatha, uh, de hoofdpersoon. Uh, en bovendien is het gewoon ja, genoeg spanning, mysterie in. Dus het is ook voor jongens zeker geschikt om te lezen. Oké. Okay. Dan moeten we er maar mee aan de slag. Zeker, veel plezier. Dank je wel. En dan het boek. Wat kan je ervan verwachten? De ik-persoon in De Geest en het Meisje is Agatha Goswater, dochter van de 29ste Graaf van Goswater. Ze woont in een kasteel. Ze heeft bedienden, een kindermeisje en weet niet anders dan dat het haar aan niets ontbreekt. In 1899, het jaar waarin het boek zich afspeelt, kwamen dit soort rijke kinderen eigenlijk niet of nauwelijks in contact met gewone mensen. Door het taalgebruik in het boek voelde het al snel alsof je zelf ook in 1899 leeft. Maar terug naar het verhaal. Als de graaf overlijdt, wordt duidelijk dat Agatha niet zijn echte dochter is. Haar neef Clarence, de dertigste graaf van Goswater, is duidelijk over wat Agatha te wachten staat. Hoezo kan ik hier niet blijven, Clarence? Hij kijkt weer op met nog steeds die glimlach op zijn gezicht. Het blijkt, Agatha, dat de graaf en gravin eigenlijk niet je echte ouders waren. We wisten natuurlijk al dat het landgoed naar mij zou gaan, omdat ik de rechtmatige mannelijke erfgenaam ben. Maar dit nieuws, dit nieuws betekent dat jij, mijn liefste nichtje, wettelijk helemaal nergens recht op hebt. Hij wacht tot ik iets zeg, maar mijn stem doet het niet meer. Mijn keel is droog en zit dicht. Ik voel het bonzen van mijn hart tot in mijn vingertoppen. En je vertrekt morgen. De volgende dag wordt Agatha opgehaald door haar echte vader, Thomas Walters. Een ganse boer uit het nabijgelegen dorp. En hoewel Agatha zich flink toont en contact zoekt met haar vader, lukt dat maar mondjesmaat. Ze kan zich maar moeilijk neerleggen bij alles wat haar overkomt en wat Clarence Goswater haar aandoet. Tijdens de begrafenis van haar vader, op een eiland in het meer bij het kasteel, begint ze te vermoeden dat de zaken misschien wel eens anders in elkaar steken dan ze dacht. En bovendien komt ze, zelfs niet van Thomas, ook maar iets te weten over haar moeder. Iedereen zwijgt erover. Heel mysterieus, allemaal. Tijdens de begrafenis ontmoet ze Bryn, een jongen van haar leeftijd. Als Bryn Aggie, deze naam gebruikt Agatha liever nadat ze geen echte Goswader meer is, uitnodigt om bij het meer en de eilanden op geestenjacht te gaan, merkt Aggie iets vreemds op. En dan zie ik in de verte iets op het water. Het lijkt een vaag schijnsel. Het beweegt alsof het door de wind wordt voortbewogen in de richting van de fel verlichte ramen van Huizen Goswadder. Het is een meisje, de gestalte van een meisje. Alles in orde, Eggie? Brin kijkt me eens goed aan. Ik tuur naar de lichten van Huizen Goswadder in de verte. Ja hoor, alles in orde, lieg ik. Wat we nog niet verteld hebben is dat Eggie, vlak voor ze weggestuurd werd uit Huizen Goswadder, de koningsteen. Een grote zwarte opaal heeft meegenomen uit het huis. omdat ze vond dat ze daar recht op had. En die opaal. ja, je raadt het al. brengt Aggie in grote problemen. Vooral als Clarence en zijn enorme hond Brutus op een dag aankloppen bij de boerderij van Thomas Walters. Agatha! roept hij zacht en onheilspellend. En meteen weet ik wie het is. Clarence! fluister ik verschrikt. O oh god! fluister ik. Bryn, pak aan! Gauw! Ik druk de koningsteen in zijn hand. Hij tuurt er even naar en zet dan grote ogen op van verbazing. Egi, wat krijgen we nou? Heb je die het huizen Goswater gestolen? Nee, ik, zoiets. Hij is nu van mij. Hij mag mij er niet mee vinden. Ik leg het later wel uit. Brin slikt. Hij kijkt me aan. Wacht hier, zegt hij. Brin verstopt de koningsteen snel onder Susan, een waakzame en agressieve gans die een belangrijke rol speelt in het boek. Agatha, roept de stem griezelig. Lady Agatha. De beide helften van de deur zwaaien tegelijk open en er stroomt koud wit licht naar binnen. Maanlicht, weer kaatst door de sneeuw. Ik weet dat je hier zit, zegt de stem. Ik zal je geen pijn doen, Agatha. Clarence grinnikt. Niet als het niet hoeft. Je hoeft me alleen maar de opalen te geven. Hij zwijgt. Alles wordt stil. En dan hoor ik een zacht gesis dat alsmaar luider wordt tot het klinkt als stralen kook het hete stoom. Ik waag het om langs de balen stro te gluren. Goeie genade, de ganzen hebben Clarence en zijn hond ingesloten. Een enorme troep kwade witte harpijen... en stuk voor stuk steken ze hem hun snavel toe en sissen woedend. Brutus gromt, maar gaat zenuwachtig achteruit. Ga weg, stomme vogels, schreeuwt Clarence... en hij haalt naar ze uit met zijn rijzweep. Wat een vreselijke vergissing. Ze stormen nu allemaal tegelijk op hem af. Vijftig paar geheven vleugels, vijftig lange nekken. Ze zijn een reusachtige, aanzwellende witte golf geworden. die Clarence en zijn terugdeinzende hond overspoelen. Hij loopt achteruit de stal uit met Brutus in doodsbange overgave neergedoken naast hem. Dan zetten ze het op een lopen. En de ganzen achtervolgen hen, met klapperende vleugels, luid en sissend door de sneeuwstorm. De honger van Clarence naar de Koningsteen wordt steeds feller en dat betekent dat het voor Aggie steeds gevaarlijker wordt. Maar Aggie heeft zoveel te doen: ze wil weten wie haar moeder is, maar alle sporen lopen dood. Maar meer dan alles wil ze wraak. Wraak op Clarence. Zo, meer vertellen we niet. Wil jij weten welk plan Aggie heeft bedacht om wraak te nemen op Clarence? Wie haar moeder is? waar de Koninginnensteen is en welke andere mysteries er allemaal spelen rondom Huizen Goswadder. Wacht dan niet langer en leen dit geweldige boek nu nog uit de bibliotheek. Heel veel leesplezier met de geest en het meisje. Er zit iemand tegenover me en die heeft dit boek ook gelezen. Ik ben Famke Sung en ik ben tien jaar. En op welke school zit jij? Ik zit op de Michaelschool. Ik hoorde dat de Michael'school ook een eigen bibliotheek heeft. Hè? Ja. En kom je daar veel? Uh, ja. Ik ben benieuwd eigenlijk, uh, Famke Zomp, wanneer lees jij het liefst? Wat is je favoriete leesmoment? Uh, nou, meestal doe ik het na school. Ik denk wel de winter en dan in de avond of in de, uh, of in de middag. Ben jij klaar om je sterren te geven? Uh, ja. Hoeveel sterren geef jij aan het hele boek? En het hele boek geef ik 4.5. Uh, dat is omdat, nou, het is ook heel veel van mijn eigen mening, want ik vind het een heel leuk boek. Alleen ik ben meer gewend aan um, dat de verteller het vertelt in plaats van ze zelf. Ja, want dit is een boek, dus goed dat je dat even zegt. Dat is een boek met een echte ikpersoon, hè? Ja. Ja, ja. en um, hoe grappig vond je het boek? Uh, nou, sommige momenten vond ik um, best wel grappig. Alleen dan, het is wel echt een boek dat niet echt voor comedy is gemaakt, maar meer voor spannend. Ja, yeah. ja en dat is dan meteen de volgende vraag. Hoe spannend vond je het boek? Uh, ik vond het een heel spannend boek. Het is echt, als je erin begint, dan wil je gewoon verder lezen, omdat het gewoon zo leuk is. En ja, je komt echt in de wereld terecht. Kun jij je nog iets uit het boek herinneren wat je echt heel spannend vond? Nou, um, ik vond het wel spannend toen ze naar dat Skelter-eiland gingen. Naar het eiland waar alle, alle graven waren, begraven van -Goswater. Ja. Dat vond ik wel een eng stuk. En ik zelf zou dat echt nooit van mijn leven durven. Nee, dat snap ik. En um, vond je het boek ook leerzaam? Nou, niet echt per se, maar ja. Wat heb jij nou geleerd van dit boek? Nou, ik heb geleerd dat je moet dapper blijven. Zelfs al is um, alles helemaal heel veel van je leven verwoest. Dus en heel veel, je weet niet wat er allemaal is en gebeurt. Je moet gewoon door blijven zetten en niet opgeven. En aan welke kinderen zou je dit boek aanraden? Um, nou, ik zou het, uh, nou, ik zou het aan jongens en meisjes aanraden. Um, ik zou het aan, aan mensen aanraden die spannende boeken altijd heel erg leuk vinden. En tenslotte, Famke Zong, over welk boek zou jij eigenlijk eens een keer wat meer willen horen in de Boekenparade? Um, nou, uh, dat weet ik niet helemaal, maar. Um, ik hou heel veel, ook heel veel van Engelse boeken. En dit boek is origineel in het Engels geschreven. Dus misschien ook wel de, de nachtegaalbos Oh, ja. Die leek me ook heel erg leuk. Ja. En zou je die dan in het Engels gaan lezen? Ja. Dat kun jij gewoon? Ja. Ongelooflijk knap van je. Ja. Nou, wie weet zien we je nog een keer en dan, hebben we, dan doen we ons gesprek in het Engels. Ja. In de boekenparade. Ja. <laughs> Nou, Van Caesom, dank je wel, dank je wel voor al je sterren en natuurlijk bedankt voor het meelezen. Ja. Aafke, uh, zit je recht ja, en zeker. Uh, ben je klaar voor onze rubriek A -E -W, w O L, oftewel als je dit boek leuk vindt, welk boek vind je dan waarschijnlijk ook leuk? Nou, ik hou het wat korter dan jij. Nee, ik uh, heb zeker weer twee titels meegenomen, twee tips. De eerste tip die ik heb is Het Spook van Villa Donkerhout. En dat is een uh, nieuwe serie. Deel 1 is een nieuwe serie. En die serie heet Marie Boe. Hm. Geschreven door Michael Reeves. En het is, uh, uh, zoals wij in de bibliotheek zeggen, een A-boek. dus eigenlijk een boek voor de jonge lezers. Dus als je nou... Hè, uh, net de eerste leesboekjes uit hebt, en je bent wel toe aan een spannend verhaal, dan is dat een hele goede tip. Ja. En uh, de tweede tip is ook een boek van Lucy Strange: uh, Het geheim van het nachtegaalbos. Uh, ook om uh, nou, weet je, te zien of dit nou echt is uh, het genre wat je leuk vindt. Dus dat is ook weer een mooi historisch verhaal met een mysterieus tintje. Mooi, dankjewel. Siso, tot zover deze boekenparade. Ben jij benieuwd hoe het boek afloopt? Kom het boek dan lenen uit een van de negen Forumbibliotheken in Groningen. Je bent gratis lid tot 18 jaar. In de bibliotheek kun je vragen hoe het werkt. Wij helpen je graag. Oh, op forum.nl kun je checken of het boek dat je wilt lezen nog beschikbaar is. En anders kun je het reserveren. Dus niets staat je in de weg om lekker te gaan lezen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. De Boekenparade wordt gemaakt door Jeroen Westhoff van Studio Hoorzaam. Met medewerking van en meedenken door Aafke Wegter en Ria Jokshorst van Forum Groningen. En de prachtige muziek is van Joris Vos. Puh, dat was een hoop spanning in één aflevering. Ik ben eerlijk gezegd wel blij dat het erop zit. Jij dan? Jeroen, het zit er dan niet op. Je vergeet het weer. Aafke? Ja? Welk boek lezen we volgende keer? Volgende keer lezen we Luna van Pieter Kolwijk. En die naam kun je misschien kennen als uh, ook de schrijver van Gozert. En dat is het boek wat uh, afgelopen jaar de Gouden giftel heeft gewonnen. Dus dat was het beste kinderboek uh, van Nederland. En nu gaan we dus het tweede deel eigenlijk lezen. Luna. Leuk.